avontuur begint nu. Hé, hey, kom op. Au, go, go. De race is begonnen. Allee, jongen. Een hectische tocht door Mexico, Nicaragua en Venezuela. Drie landen getekend door een revolutionair verleden. Que viva la revolución. Van Mexico City naar de Maya's en de ondergedoken Zapatisten. Dat is wel spannend, hè, man. Dominique, daar zijn ze. Op zoek naar de guerrilla's in het arme Nicaragua. Dilo vive. Gani en Ormegedaan. Moet je ook uitkijken voor koeien hier. Over de toppen van de Andes, door de Llanosvlakte, naar de Piaroa-Indianen. En dwars door de ruige olievelden van Venezuela. Tot in het grimmige Caracas voor de finale. Na het vertrek van de tweeling Dieter en Steven beginnen 7 duo's aan deze ene laatste etappe in Mexico. Ze liften door de armste provincie van het land, Chiapas. Die twee trutten moeten maar niks te maar vragen. I'm going to kidnap you. No, 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 stop. De duo's trekken van Matatlan, de hoofdstad van de Mezcal, naar de Tzotzil-Indianen in Navenchauk. Om te eindigen in Altamirano, thuisbasis van het revolutionaire Zapatistenleger. Ik wil graag lopen. Auw. En hoe dieper de koppels Mexico intrekken, hoe beter ze het lokale eten en drinken leren kennen. Tortilla en Mezcal. Dat voelt me niet goed hoor. Het eerste duo dat nuchter de finish bereikt, wint een vrijgeleide naar het volgende land. Maar daarvoor moeten ze eerst dwars door Zapatistisch rebellengebied. Ik begin al bang te krijgen. Ik wil niet overvallen worden. Waar gaan we in godsnaam eindigen? Dit is het ultieme avontuur. Hey, come on, come on! Let's do it. Rapide, rapide. 8 duo's met maar 1 doel. Senor, senor, por favor, monsieur. Met 1 euro per dag zo snel mogelijk liften. En het vliegtuig halen naar het volgende land. Ze weten niet waar ze terechtkomen. Oh, fantastisch. Ik zeg, we blijven hier. Aan welke gevaren ze blootstaan. Ja. En hoe dit hun leven zal veranderen. Godverdomme, stop ermee. Goedemorgen allemaal. Jullie beginnen aan deze derde etappe hier in Matatlan. En dat is de wereldhoofdstad van de Mezcal. Ik weet niet of jullie het kennen, het drankje met het wormpje erin. Het wormpje leeft in de agave. De plant waarvan de typisch Mexicaanse sterke drank is gemaakt. Elk duo mag zometeen 1 agavehart meenemen om in te gaan ruilen bij een van de vele stokerijen hier in het dorp voor een fles Mezcal. Er is alleen 1 klein probleempje. Er zijn maar 6 flessen. En jullie zijn nog met 7 duo's. Wanneer je een fles te pakken hebt, mag je meteen beginnen met liften. Als je geen fles kan vinden, dan verwacht ik je hier terug. Tot nog toe hebben jullie in 2 teams gestreden, het blauwe tegen het rode. Maar na het vertrek van Dieter en Steven is dat voorbij. Het is nu ieder duo voor zich. En de inzet is meteen hoog. Een vrijgeleide. En niet zomaar een vrijgeleide, maar eentje naar het volgende land. Op mijn teken mogen jullie beginnen. Ik wens jullie heel veel succes. Allemaal klaar? Start! Nergens in Mexico zijn zoveel mezcalstokerijen als in dit dorp. Aan de hand van een kaart moeten de 7 duo's op zoek naar 6 mezcalflessen. De agaveplanten worden in stokerijen ambachtelijk vermalen om er ter plaatse mezcal uit te destilleren. 4 duo's, het vroegere blauwe team, hebben 2 dagen lang genoten van een vrijgeleide. Nu worden ze opnieuw keihard in de race gegooid. Elk duo strijdt vanaf nu individueel. Maar het vroegere blauwe team heeft stiekem onderling wel afspraken gemaakt om zo makkelijk een fles mezcal te vinden. We hebben een afspraak gemaakt met het blauwe team. Ieder zou naar een andere locatie gaan, zodat we daar elkaar niet in de weg zouden lopen. Ze hadden gezegd dat we zus moesten pakken. Para aquí o para aquí, señorita? Para allá vamos al arroyo. Muchas gracias, Virga. Hasta kebab! Het is het slimste om allemaal een nummer in gedachten te nemen en daar naartoe te gaan. Oh, super! En die tactiek loont, want Marion en Dominique vinden als eerste een fles mezcal.
Echt perfect, het rood hebben we afgestie. Ja, super. Ja! Heren, mijn jaren, mijn jaren. Ik heb echt hier is de reactie, heren. Woe! Gracias. Echt later. Adios. Adios, amigo. Ik heb nog nooit in mijn leven alcohol gedronken, want ik ga weer smerfleuren. Joehoe! Al gauw hebben alle blauwe koppels een fles te pakken. Gracias. Hier links is het! Hier links is het! Daar is al een koppel! Godverdomme! Godverdomme, hè! Jij bent een fles. Maar dan zullen er misschien nog staan, hè? Zijn twee. La segunda. De rode koppels hebben geen afspraken gemaakt en komen overal net te laat. Er zijn nog twee flessen over voor drie duo's. En wie geen fles kan vinden, mag nog niet beginnen met liften. Nee, nog twee. Distilleria, distilleria, bottle. Donde botella. Yes! Yes! Als allerlaatste krijgen Peter en Veronique een fles te pakken. Kusje erop, regelijk. Ah, goed zo. Goed zo. Mark en Marlinde beseffen dat ze overal te laat zijn. Gracias. Wat? Ik weet nu wel dat alle flessen weg zijn. Dag Mark en Marlinde. Hallo. Wat is dat nou? Geen fles gevonden? Nee. Nou, dan mag je de agave teruggeven. Jammer. Ik ben bang dat ik slecht nieuws voor jullie heb, want jullie moeten hier nog even blijven. Okay. Kijk, reizen is ook leren. En daarom is hier Señor Herrera. En die gaat jullie alles vertellen over de mezcal. Hij gaat jullie een uitgebreide rondleiding geven door zijn stokerij. Dat is toch leuk? Gaat het tijd kosten? Ja, ik vind het wel lachen hoor. Leuk. Ik wens jullie heel veel plezier. Les voy a explicar cómo se hace el mezcal. ¿Y sabor? Sí, sí. Sabor. Van a probarlo, van a probarlo. Ja, superleuk. Terwijl Mark en Marlinde kostbare tijd verliezen, zijn Raymond en Lisbeth al bijna de stad uit. Ja, ja, kom! Ook Loes en Jos hebben een lift. Bruno wil daarom de twee moeders een voorstel doen. Zeg, Loes, mogen we meer? Laten we jullie voordat we er zijn. Nee. Doen we niet. Nee, Loes. Ja, sorry. Ik vind het zo moeilijk. Loes en Jos willen van geen samenwerking weten. En lijken niet te beseffen dat samen liften ook voordelen kan opleveren. Het is toch niet dat we nu dan iets in de weg leggen? Nee. Er zijn ook mensen voor ons gegaan. Die zijn ook al weg. Ja. Dus wij zijn ook gewoon nu heel blij met deze lift. Ja. Nee, dat we toch niet rekenen dat we later ook gewoon helpen. Hè? Voilà. Ja, maar, nou... Als we gewoon beloven dat we jullie voor laten als we na stappen. Nee, dat doen we niet. Bruno, ja, okay, geen probleem. Je weet genoeg. Kom. Nou, hebben die twee truten hebben er wel gelegen. Is afzonderlijk. Dus ja, dan denk ik van... Nee, dat moeten we niet doen. En er hangt veel van af. Je kan weer een vrijgeleide winnen. Mark en Marlinde mogen nog niet beginnen met liften. Maar heel erg vinden ze dat niet. Zij zijn hier voor de cultuur en de lokale bevolking. Door de tour zouden we dus wel veel tijd verliezen. Maar als ik hier op vakantie zou zijn, dan had ik er echt een moord voor over gehad om zo'n tour te doen. Dat vind ik echt helemaal geweldig. Ik kan me nu ook niet druk maken, want nee, ja, het is gewoon zo. Nu ga ik gewoon genieten van die tour. Een half uurtje op dat uurtje extra, ja. Zo'n rondleiding, dat is waarvoor ik hier ben. Zien hoe het werkt in zo'n land, dus ja, ik vond dat helemaal niet erg. Esta es un programa para la televisión belgica irlandesa. Tenemos hier... Peter wil juist altijd winnen. Hij bestudeert Peking Express al jaren en heeft zo de ultieme lifttactiek bepaald. Chauffeurs overdonderen in een soort ratelspaans. In de vorige etappes werkte Peters methode perfect, wat hem de bewondering van Veronique opleverde. Esto es una carrera para la televisión. Peter is zo enthousiast dat hij echt de andere persoon helemaal mee in de race zuigt eigenlijk. Die mensen die voelen echt wat wij voelen. Ja. Gracias. Es muy amable. Die hebben we. Maar ook Veronique is zeer gedreven en wil niet voor Peter onderdoen. Ze wil daarom zelf haar troeven uitspelen. Esta es una carrera para la televisión. Heb het al uitgelegd. En dan denk ik, als ze dan Peter zien dat ze misschien een beetje bang zijn om hem mee te nemen. Want het is gewoon echt zo'n... Ja, kolossale vent. Zulke dikke wenkbrauwen die, als hij gestrest is, ook nog heel erg boos zou staan. Dus dan kom ik even snel aanrennen en dan steek ik even mijn kopje zo naar binnen van hi, ik hoor er ook bij. En dan hoop ik dat het wat gedempt wordt en ja, dat we dan toch mee kunnen. Het is muy importante para nosotros. Oh, nou is het possible? Nou, oké, gracias. Dat geeft geen zin aan mij. Maar als ook Veronique geen lift vindt, besluit Peter een andere tactiek te gebruiken. Profiteren van een lift van een ander. En dan zie je Marion en Dominique staan en dan besef je onmiddellijk wat je moet doen. Kom maar, we gaan er naartoe. En we kijken of we samen een pick-up kunnen nemen. Kunnen we toch maar proberen. Marion en Dominique staan.
Ik denk dat die sterk bezig zijn. En we gaan hier optimaal gebruik van maken. En die tactiek lukt wel. Want Marion regelt in een mum van tijd 2 vrachtwagens. 1 voor elk koppel. Hey, top Marion, top! Peter maakt dankbaar gebruik van Marions lift. En van pure blijdschap komt zijn ratelmachine weer op gang. Buenos días, señor. Esta es la carrera para televisión Bélgica y Holandesa. Tenemos hier de Juante Peco, Tuxas, Santa Gutiérrez. Ben hier con vosotros. Gracias. Super, en dan ook nog eens een lift voor ons regelen. Alante, dat is speciaal voor Sier. Er is nog een chat op de Samanda. Saludos, también hay porque les apoyaste levantando los camaradas. Oké, okay. Dominique, Peter, heel veel succes. Ik vind het top dat we samen zijn. Ja, ik vind het ook leuk. Dag Marion en Dominique, hartelijk bedankt voor de lift. Hè. Echt, hartelijk bedankt. Oké, groetjes en succes. Mark en Marlinde verliezen nog steeds tijd in een mescalstokerij. Maar hoe langer ze er blijven, hoe leuker het wordt. Wat is dit van called? Mescal con gusano. Con gusano. And the gusano is the worm. And do you have to chew the worm or just swallow the worm? Chew the worm. Yeah. In the end, after doing the mescal. Okay, then you chew the worm. Okay. Yeah. So we down. No. First of all, you take a little bit. You take it. It's nice. Strong. Strong. And now we down. You're down. But not the worm. Not the worm. Chin chin. Wait. Oh, nice. Mm. Nice. Kauw, hè? Oh! Ik kreeg die worm gewoon echt niet weggekauwd. Ik kan gewoon niet weg. Het is lekker. Het was echt een... Dat kon niet. Ja, ik heb hem weggekregen. En nou maar hopen dat hij geluk brengt. Nice. Ook Jamila en Hassan hopen dat het geluk heel goed gezind is. Want alcohol is voor gelovige moslims verboden. Hassan, wat is er met alcohol rondgelopen? Allah die gaat ons echt niet helpen vandaag. Ja, Rabbi Sumehna. Maar vandaag is Allah het koppel genadig. Zie? Oh. Yes! Love you. Mucho gracias. We hebben een lief. Normaal is dat een beetje tegen ons geloof. We mogen dat eigenlijk niet aanraken. Oh, wat gaan we niet doen? We mogen dat niet aanraken of... Het zit nog in de fles, hè? Ja, we gaan dat zeker niet opdrinken. Met alcohol zet je een beetje gaga. En dan beginnen zotte dingen te doen. En daarom, in ons geloof is dat eigenlijk, we mogen dat niet drinken, want het is al erg genoeg bij ons. Ze moeten dat gewoon aanvaarden, dat we dat niet drinken. Point final. 45%. In mijn school zat 45% alcohol. Dat heb ik ook wel gemerkt. Ik voel me niet goed, hoor. Echt. Ik voel me niet goed, hoor. Ik zweer. Je moet wel respect tonen voor zo'n man natuurlijk, die ons zo'n rondleiding geeft. Maar ja, als dat dan klaar is, ja, toen zijn we er weer voor gegaan. Toen hebben we echt weer binnen een minuut een lift gehad en toen zijn we echt heel hard gegaan. We weten wel wanneer we echt moeten knallen. Gracias, señor. Mark en Marlinde zijn eindelijk de stad uit. Maar de mescal komt hard aan. Ging bijna mis. In het begin ging het al wel goed in de pick-up, maar op een gegeven moment werd ik echt kotsmis. Die mescal, hè? Ja, die mescal zat nog steeds in mijn maag. Ik had nog steeds niks gegeten. Ja, ik moest echt even gaan liggen. Mark en Marlinde hebben een uur achterstand op de anderen. Loes en Jos liggen aan de leiding, gevolgd door Raymond en Lisbeth en Bruno en Wendy. En Hassan en Jamila. Peter en Veronique en Marion en Dominique liften nog steeds samen. Loes en Jos willen niet samen liften met anderen. Ze liggen aan de leiding, tot ze moeten uitstappen en worden ingehaald door Raymond en Lisbeth. Oh kijk, dat zijn Loes en Jos. Ja. Oh, dat is Raymond en Lisbeth. Concurrenta. Ja. En Raza is op première. Sí. Primera position. Ja, dat is mooi. Ja. Komt er weer in. Ook Bruno en Wendy komen eraan. En die zijn niet vergeten dat Loes en Jos hen vanochtend niet mee wilden nemen. Ha! Naar ander team. Go, 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 go. Stoppen. Wendy en Bruno, ja. Die twee truten staan al achter ons. We moeten
maar niks van mijn vrouwen. Loes en Jos hebben nog steeds niet in de gaten dat ze zich niet populair maken bij de anderen. Omdat ze kost wat kost alleen willen racen. Hadden we ingekund. We staan gewoon aan de snelweg. Er komen heel veel auto's langs. Nee, dan zou ik niet willen meeliften met iemand anders. Nee. Wanneer Bruno en Wendy ook Hassan en Jamila tegenkomen, besluiten ze hun krachten wel te bundelen. Kom hier mijn armen. Wat de dames wel even doen. Ik heb zoiets van, dat is op die moment luxe, dat ik even een bondgenoot heb. En ze zeiden ook van, ja, dit is nu voor ons alle vier het beste, dus we doen dat gewoon. Ja, goed, bezig. Ja. Ik moet zeggen, stop. Ik was aan het laaien. Mucho gracias, señor. Mucho gracias, señor. Rapido. En die samenwerking loont, want ze krijgen een superlift. Waardoor ze de Einzelgängers Loes en Jos op grote achterstand zetten. Om 5 uur wordt de race stilgelegd en moet iedereen op zoek naar een slaapplaats. Muchas gracias, señor. Het is de avond van de allianties. Adios. Marion en Dominique gaan samen met Peter en Veronique op zoek naar onderdak. Hey, kaboutertjes, kom maar voor de dag. Broem, broem, kaboutertjes, doen alles wat niet mag. Hey, kaboutertjes, ze zijn ontzettend klein. Broem, broem, kaboutertjes, ik weet dat ze er zijn. En Bruno en Wendy en Hassan en Jamila lijken al even onafscheidelijk. Adios. Raymond en Lisbeth en Loes en Jos geloven niet in samenwerken en plaatsen zichzelf daardoor buiten de groep. Ik ben nog steeds van mening dat iedereen voor zichzelf moet doen. Kijk, en als je allebei daar zo in staat, dan krijg je ook geen scheve gezichten. Je kan niet vrienden maken met alle andere koppels. Hier zitten we helemaal prima. Ja, maakt het leuk hier. Helemaal goed. Nou, ik heb echt nog niet het gevoel dat onze kansen verkeken zijn. Hè? Nee. Jos en ik, dat is gewoon het belangrijkste. Dat wij het gewoon prettig hebben, dat wij het eens zijn met elkaar. Hè? Dat wij samen het goed hebben, dat vind ik gewoon echt het belangrijkste. En je bent toch wel erg op z'n tweeën aangewezen. En ook Raymond en Lisbeth racen liever alleen. Voor hen zijn de andere duo's concurrenten. Wij komen hier toch om Peking Express te winnen. Ja, dat gaat ons toch voor een stukje gezelligheid. Raymond en Lisbeth, schoonbroer en schoonzus. Ze lieten allebei hun gezin thuis achter omdat ze samen een goede kans denken te maken om Peking Express te winnen. Samen, we hebben heel veel dezelfde karaktereigenschappen. Gedreven en doorzetters en wel allebei gaan winnen. Raymond en Lisbeth rekenen zich op fysiek vlak bij de sterkste. Lisbeth speelde handbal op het hoogste niveau en Raymond bereidt zich voor op een halve triathlon. Nou, we zijn bereid om ver te gaan. Ja, tot het gaatje. Vrienden maken en cultuur opsnuiven is niet hun eerste doel. Dat is de finale halen en die ook winnen. Dus dat zal ook soms wel eens ten koste gaan van anderen misschien. Of dat ze ons minder leuk vinden. Ja. Dan gaan we toch voor de overwinning. We gaan niet voor de populariteitsprijs. Bij Jamila en Hassan en Bruno en Wendy is het gezelligheid troef. Jamila's enthousiasme bij het zoeken naar een slaapplaats is aanstekelijk. Hassan, ze gaan nog blijven, ik zwaar dat ze gaan die nog blijven, die vandaag. Kijk je? Dat ze er helemaal op zingen. Ik dacht, het werd goed in Mexico, man. Jamila zie ik het volledig zitten. Ze zijn thuis al aan het inpakken, denk ik. Hey, kaboutertjes. En ook Peter en Veronique en Marion en Dominique hebben plezier met z'n vieren. Maar ik weet dat ze er zijn. Als ik dat zing, dan weten mijn kinderen dat ik aan ze denk. Dominique en Marion zijn allebei leuke mensen, dus ik vond het alleen maar leuk om met hen samen te zijn. Hola, buenas tardes. Es posible de dormir en su casa, por favor. Zie? Zie? Zoek je er niet eens aan te denken? Ah, super. Muchas gracias. Het ruikt wel lekker, hè? Marion en Dominique zijn concurrenten sowieso in de game, maar aan de andere kant zijn ze ook onze bondgenoten. We hebben een ongelooflijk goed contact mee en we weten dat je op bepaalde momenten in deze race alle steun kunt gebruiken. We 4 knappe vrouwen in bed. Oh, man. Loes en Jos hebben het minder gezellig. Door geen alliantie aan te willen gaan met een ander duo, moeten ze alleen op zoek naar een slaapplaats. En dat wil niet goed lukken. Jamila heeft voor haar vrienden Bruno en Wendy wel een slaapplaats kunnen regelen. Bij een dokter. En ze hebben de hele nacht om elkaar beter te leren kennen. Zeg maar, die snurk toch niet of zo? Ja, Bruno! Hey, Bruno! Bruno! Natuurlijk, dat komt punten waar we moesten gaan slapen. En dat was zo een hagedietje van, ik denk een centimeter of 10 misschien, maximum. De kijk erlaat.
Een hagedis. Wow, dat moet hier wel baten. Dat is zo goed. Nee, dat interesseert mij niet. Ik kon hier niet slapen. Allee. Ik zag dat niet vast. Met wat papier. Hoppa. Wat is dat? En die waren dan wat aan het kruisen. Jamila stond er al bijna op dat bed. Winnie sprong op een stoel. Maar dat beest, ja, je kunt je daar zo maar niet achter lopen, want dat lukt dus immens snel. Oeh, ah, oeh, zit hij weg. Zeg, laat hem net achter. Als je er niet achter loopt, blijft hem zitten. We zullen nog een uur opstaan en kijken dat er nog zit. En dan waren ze toch wel allee, gerustgesteld en we konden allemaal gaan slapen. Maar ik had een kwartier wakker dan meen ik. Dag, alsjeblieft. Slaap wel. Ja, slaap wel, tot morgen. Slaap wel. Vandaag moeten de koppels naar Navenchauk racen, de stad waar de grootste gemeenschap van Tsotsil-Indianen leeft. De eerste twee duo's die hier aankomen op het marktplein van Navenchauk, die mogen de proef spelen voor een amulet van 10.000 euro en die blijven vannacht ook overnachten bij een Tsotsil-familie. Nog een kwartier en dan begint de race. De bondgenoten Peter en Veronique en Marion en Dominique houden een tactische vergadering. Ik denk dat het slimste is om af te spreken vandaag. Kan je een auto pakken, moet je gewoon gaan. Ja, tuurlijk. En ervoor gaan. Nee. Als er plaats is voor ons vier, dan nemen we ons vier. En anders is het per twee. Ja, het is belangrijk dat er minstens één iemand van ons aan de proef deelneemt. Ja. Als het kan, allebei. Ja. Ja. En dan maak ik jullie af. Ja. Ja, dat... Je moet ons niet onderschatten, jongen. Dat doe jij een beetje, hè? De eerste twee koppels die in Navenchauk aankomen, mogen de proef spelen. Raymond en Lisbeth liggen op kop, gevolgd door de twee allianties en Loes en Jos. Mark en Marlinde hebben de bijna onmogelijke taak om een uur achterstand weg te werken. Het gewoon hopen dat iemand autopech heeft gehad. Of dat ze geen lift konden vinden. Ja, dat iemand scheiterij kreeg en dan 3 kwartier op de play moest gaan zitten. Nee, we moeten er echt vanuit gaan dat het echt keihard was knallig. Maar... Ja, we wisten dat we nog steeds laatste stonden. En we moesten echt iets doen. En dan komt er hulp uit onverwachte hoek. Ze hebben de nacht doorgebracht bij een traditionele genezer. En die wil Marlinde behandelen met een oud Maya-ritueel. Wat hij het meest deed was negatieve energie uit de mensen halen. Ik krijg hier meer energie van, hè? Kunnen we wel gebruiken, ja. Ja, dat is natuurlijk fantastisch bij zo'n wedstrijd. Nou, ik geloof er nog in ook. Para que todo aquello que no le pertenezca, toda energía negativa, sea desprenderse de ella. Hij haalt nu al mijn negatieve energie weg. Volgens mij gaat hij gewoon in de fik steken. Ik hoop wel dat dat me geluk kan brengen. Ik weet niet, ik had een goed gevoel bij deze man. Adios. 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 En dan start de race. Nee, die kant er naar links. Ja. Koplopers Raymond en Lisbeth gaan er pijlsnel vandoor met de eerste auto die ze tegenhouden. Zie? En principe? Ja, principe aan. Gracias. Stoppie. Oké. Kom maar. Marion en Dominique zetten de samenwerking met Peter en Veronique verder. Buenos días, señores y señorita. Este es un programa de la televisión belga y holandesa. Tenemos iets in dinero a Tuxla. Meiden! Ja, maar past dat? Ja, met wie? Het plan om samen te liften mislukt. Maar net op het moment dat Peter en Veronique kunnen vertrekken, heeft ook Marion een lift te pakken. En? Ja, oké. Okay. Wij gaan met 10 mensen mee en zij hebben ook een lift. Oké. Okay. Ah, kom, ja. Jamila, hebben wij een kaart bij ons? Hassan en Jamila en Bruno en Wendy kunnen wel samen liften. En de vrouwen krijgen een duidelijke opdracht. Ik denk dat het nog wel logisch is, zoals er bijvoorbeeld in een pick-up of in een vrachtwagen komt, dat de mannen ja, in de laadbak zitten en dat de vrouwen een beetje de chauffeur bespelen. If it was only a pleasure trip, I would very easily take you to that place because it's not far. It's not far. Can you not do impossible? The thing is that I have to work. And maybe we can see and ask to your friend if you don't. Well, you know what? I can do it. Yeah! Woo! Thank you! Hij brengt ons! Hij brengt ons in eerste dag! Ja! Thank you very much, sir. Thank you. That way I'll show everybody that I am a nice person. You are a nice person. My ex-wife doesn't think so. We know better. That's... Yeah. Yeah.
Jongens, toch, toch, jongen. Dat gaan we waarschijnlijk redden, hoor. Laat ze maar doen, laat ze maar doen. Yes, jongen. Loes en Jos liften al de hele etappe alleen en liggen één na laatste. Maar ze hebben wel een directe lift naar Naf en Chauk. We hebben een bord gemist. Ja, Naf en Chauk is right there. I'm going to take you there. No, no! Hun chauffeur moet omrijden en wil de twee moeders meenemen. I'm going to keep them you. No, 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 stop. You're in the movie. Nee, stop. Joy. Stop. What's the joke? Stop, it was probably hard. Dat was balen, dat was een hele mooie kans geweest. Door het communicatieprobleem nemen Loes en Jos de verkeerde beslissing. Ze stappen uit in het drukke centrum van Toetsla. Met als gevolg dat Mark en Marlinde hen inhalen. Dan heb je wel het gevoel dat je helemaal weer in de race zit. Dus ben je wel echt heel erg blij. Dat had ik niet verwacht. Ook koplopers Raymond en Lisbeth zitten al een hele tijd vast in het drukke centrum. We kwamen aan de Toetsla en daar zijn we afgezet aan het begin van de stad. We moesten naar een hele andere kant zijn, dus dat kost heel veel tijd. Dus dan denk je van ja jongens, dit gaat niet goed. Onze voorsprong gaat er hier. Marion en Dominique zitten in een snelle pick-up. Maar hun chauffeur neemt een pauze om uitgebreid te bellen. Signore, una carrera, signore. Marion haalt alles uit de kast om de chauffeur tot spoed te manen. Maar daarbij krijgt ze weinig hulp van Dominique. Kun jij ook niet proberen om ze een beetje aan te manen? Ik ben bang dat we nou voorbij gaan. Dat Dominique vrij passief is, dat is me nu wel duidelijk geworden. Ik vind het wel jammer natuurlijk, want liever heb je iemand die ook heel erg actief is. Por favor, signore. Ik ben altijd wel stil en verlegen, maar Marion is dan eigenlijk ietsje te faal voor mij. Dus ik laat het daar doen. Ik verwacht wel dat we daar probleempjes mee gaan krijgen. Aan de overkant van de straat heeft Wendy intussen een vreemde ervaring. Heb jij een gevoel? Ja. Ik heb het gevoel dat hier nog ergens een koppel is. Zie! Het is niet waar. Daar zitten ze erop! Kijk, 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 kijk! Wie dat? Marion en Dominique. Ah, oh, Marianne! Jamila, blijf hier! In haar enthousiasme vergeet Jamila helemaal de race. Ze wil eerst Marion en Dominique gedag zeggen. Jamila, nee! Ah, signore, por favor! Maar Marion kan niet snel genoeg weg zijn. Por favor! Hola! Más rápido, sí! Gracias! Ah, los carteles son con la competencia! Jamila! Jamila! We zijn weg! Vamos, vamos! Ah, die vertrekken ook! Tijd, tijd! Let's go, come on! Marion en Dominique zijn vertrokken. Maar in de auto leidt Jamila de achtervolging. Go, 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 Armando, go, Armando, go, Armando, go, 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 Armando, yes, yes, yes! Woo! Hallo? Er zijn twee kampen gevormd waarbij telkens twee duo's samenwerken. Bruno en Wendy en Hassan en Jamila liggen op kop. Voor Marion en Dominique en Peter en Veronique. Gracias. Oké, snel als een gek. Maar dan worden ook Marion en Dominique aan de kant gezet. Gelukkig voor hen heeft Peter het net op tijd gezien. Finish. Nosso competidor también. Op één voorwaarde. Mario! Maar zij zitten wel van achter, hè? Dominique! Zij zitten achter, wij zitten vooraan. Dat we eerder uit de wagen zijn. Rennen, kom! Kom maar! Sneller, sneller! Rechtstreeks, lid. Er liggen twee koppels voor. Wie? Bruno en Wendy en Hassan. En Jamila. De koplopers hebben een supersnelle lift die hen meteen naar Naf en Chauk brengt. Okay. Ze zijn hier 5 minuten voorbij. Okay. En hebben ze rechtstreeks lift of niet? Ja, rechtstreeks lift. Ja, dan hebben we het dan als brood beter. Ja. Dat haal je niet. Ja, dan weet je dat je er gelegen hebt. Dat is een domper. Ja. Dat is een domper. Ja. Wat wel is, niemand weet waar hij moet zijn in dat nacht van jou. Ja, dat is wel zin, hè. Boven doet het leven, hè. Dat is spannend, hè. Ja. Bruno en Wendy en Jamila en Hassan zijn in de buurt van de afgelegen eindbestemming. Ja? Toch van die baan afgeraken hier, hè? Ja. Want deze is een parallelbaan, hè? Is dat een parallelbaan? Oh my god. Ja, dat is de laatste keer dat ik al een vraag kort gegeven heb.
Is Blauwe Weg? Nee, Blauwe Weg is niet autostrade. Hè? Jawel, dat is echt autostrade blauw. Nou, als mij zie je niet een afrit op die baan, jongen. Dat is echt wel stress. We weten hoe belangrijk dat de kaart is. Dan kan je geen kaart lezen. Maar hij vraagt dat nog speciaal. Bruno, zeg, je moet daar niet over zitten. Leuk is dat zo en dan meegedaan. Nee, maar kijk, dat bolletje ligt op die rode baan. Want ik ga het daarna nog zeggen. Dat is verschrikkelijk frustrerend natuurlijk. We zagen maar geen afslag. Bruno begint dan even zo er nog ambetantiger over te doen. Maar ja, het is... Ja, ik weet het. Maar wij dan? Waar is de kont dat die kaart laat zien? Ah, maar dat is niks, zeg je. Dat hoort bij het spel. Ja. Daar misschien, daar op dat plein, denk ik. Daar is het. Hier. Oh man, Armando, we're gonna win. Ja, ik zie de plaat. Daar staat de auto van Hassan en Shamila en Bruno en Wendy, die Nissan. Dus we zijn derde en vierde. Ja. Oké, dus... We moeten ons ook niet veel meer haasten. En er is nog een koppel. Onze partners in Kruijs. Ja, ik zie het. Dag Marion en Veronique, jullie hebben samen geluft. Ja. Wel, ik heb goed nieuws voor jullie, want jullie zijn wel eerst te zien. De eerste twee duo's zijn binnen en de race wordt stilgelegd. Bruno is woedend dat de vrouwen de kaart fout hebben gelezen. Godverdomme. Oh, maar mijn klote zeg, echt dat waar. Je zat dan even op je antenne getrapt, je zei even van, oh shit, dat we kunnen vermijden. Zie je van dammetjes. Bruno, het is nu zo gedaan, geen 7000 keer raad. Het bolletje ligt op de rode weg. Dat brengt niet op. Ziet maar zo. Ah, ik snap er niks van. Ik snap er niks van. Oh, super. Echt, woe. Jullie spelen morgen de proef tegen elkaar en jullie slapen vannacht bij een Tzotzil-familie. Ik heb hier een kaartje voor jullie. Okay. Dit is het adres waar jullie overnachten. Er staan ook een paar woordjes op in Tzotzil, want die mensen spreken geen Spaans, enkel hun eigen taal. Let goed op vanavond, want het zou best kunnen dat de familie jullie iets gaat leren. Oké. Heel veel plezier vanavond. Ja, dankjewel. Goed, tot morgen. Dag. Zometeen. De duo's staan oog in oog met de rebellen van het Zapatistenleger. Is dit een gevaarlijkheid? Die schijnt. Als hij de geweer op u zit, dan voor de rugzakjes kan afgeven, is dat een stilletjes wezen. De Tzotzil zijn een schuchter volk dat afstamt van de Maya's. Ze proberen de oude Maya-tradities te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Ze hebben een eigen taal en een grote vorm van zelfbestuur. En vreemdelingen komen hier nooit. Ook vind het echt tof, zeg. Jij? Heel leuk om naar zo'n familie te gaan. Ik denk niet dat het een luxueuze overnachting wordt. De huisjes hier zijn meestal redelijk aan het dieren. Ik denk dat we hier moeten zijn. We gaan even kijken. La familia Mariano Sanchez Garcia. Aquí. Mag je hier een beetje schoenen aan? Ja. Nee, ze staan zelf met schoenen aan binnen. Mijn eerste indruk in het dorp was dat het toch wel zeer primitief was. De mensen leven hier echt zoals bij ons, denk ik, 150, 200 jaar terug. Dat ze koken op een kampvuur, om het zo maar te zeggen. Dat ze alles wat ze eten, dat ze dat zelf verbouwen. Of bijna door ruilhandel met de buren aan hun eten komen. Dan snap je wel dat je dus niet zit in een locatie waar dat de mensen veel van de wereld weten. Abi? Marion. ¿Cómo te llamas? Abi. Marion, oké. Okay. De Tzotzil hebben een eigen taal. Ze spreken al eeuwenlang een variant van de taal van de Maya's. En die lijkt op geen enkele manier op het Spaans. Salud. ¿Qué Spaans? Salud. Sí. Ik vind het wel heel erg moeilijk mezelf verstaanbaar te maken. Hablo español? No. No. Maar op het moment dat jij laat zien dat je echt ook naar hun kijkt en dat je ook respect voor ze hebt, dan zijn ze echt heel erg gastvrij. De schuchtere Tzotzil-vrouwen hebben nog nooit blanken ontmoet, maar ontdooien door de warme aanpak van Marion. En ze laat ook alles zien, we hebben de was mogen doen. Oes. Hallo? Oes.
Het is heel zwaar werk. Dus ik denk dat dat is om jezelf ook op te peppen. Ik vind dat ik goed onthaald ben. En nu merk je gewoon, de kinderen komen gelijk naar je toe. Rojo, por favor. De Tzotzil hebben vaak een groot gezin, net als Marion. Spelen met de Tzotzil-kindjes doet haar naar huis verlangen. Ja, ik geniet heel erg hier, maar door de kinderen merk ik wel dat ik de kinderen heel erg mis. Maar ja, ik vind het wel heel erg leuk om dit super mee te maken. En voor geen goud zou ik naar huis willen. Want ik weet dat de kinderen het heel goed hebben, maar ik mis ze wel heel erg. En inderdaad, ook kinderen merk je gewoon dat je ook van die lieve kindjes hebt. Sorry. Bij elke maaltijd eten de Tzotzil tortillas. Van maïsmeel maken ze dunne pannenkoekjes die ze bakken op een houtvuur. En dat is vrouwenwerk. Ik zie het geen man doen, maar zou jij niet vragen of ik eventjes mag proberen? Is possible voor Pedro? Voor Pedro también? Oké, okay, dus dan wil ik het toch wel eventjes proberen. De geïsoleerde leefwereld van de Tzotzil maakt grote indruk. Het is bijzonder confronterend dat je snapt dat de mensen die hier wonen, dat hun toekomst precies dezelfde is als het verleden van hun ouders. Je merkt echt dat die mensen niet aan een groot tempo vooruit gaan. Dat de kinderen van dit gezin ook in de toekomst tortillas zullen maken. En niet zullen studeren voor dokter. Smaakt naar popcorn. Zo is het best wel lekker. Toch? Ja. Wij hebben natuurlijk nog niet gezien hoe ze de tortillas maken. Dus dan gaan we straks vragen of ze dat ons willen leren. Ja. En dat we morgen de proef ook nog mogen winnen. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Op de overwinning. En dan maar roken dat we morgen winnen. Hè. Ja, ik wil echt winnen. Wie Mexico zegt, zegt tortillas. Men eet ze hier 's morgens, 's middags, 's avonds en tussendoor. 3000 jaar geleden aten de Maya's al tortillas. Want maïs was heilig voedsel dat ze van de goden kregen. En ook hier bij de Tzotzil draait alles om de tortillas. Veronique en ik hadden er echt gigantisch veel zin in om deze opdracht te winnen. De meiden zijn wel onze vrienden, maar als het om competitie gaat met hen, dan gaan we het direct natuurlijk de uitdaging aan. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie hebben waarschijnlijk al gemerkt hoe belangrijk de tortilla is. Daar vind je de benodigdheden om op traditionele wijze tortillas te maken. Jullie krijgen 1 uur de tijd en het koppel dat de zwaarste stapel heeft gemaakt, wint deze amulet van 10.000 euro. Dit is Maria. Zij zal waken over de kwaliteit van jullie tortillas. Dat de beste mogen winnen. Klaar? Ja. Start. Ay, caramba! We zijn er dan maar direct ingevlogen, hè? Een ruime portie mais genomen omdat ik dacht van hoe meer ik kan pletten in één keer, hoe meer dat een voordeel oplevert. Ik heb het goed, hè. Ik ga nu gewoon erop aankomen van de fysiek, van de armen, hè, want Peter is sterker, hè, dat alles. Ik ga mij zeker niet zomaar gewonnen geven ten opzichte van Peter. Ik heb alles gegeven. Zeg, ik heb 6 kinderen gewerkt. Daarom. Die moet ook trots op me zijn. Die amulet wil ik ten koste van alles. Ik wil alles winnen. Ay, caramba! We zijn de eerste die klaar zijn met ons eerste stukje geplette mais om de tortillas te maken. Oké, kijk, perfect, Peet. Hij ziet er hartstikke goed uit. Oh, Peet. Oh. Dan breekt er een tortilla. We zijn onmiddellijk in paniek, want die meiden die houden ongeveer het gelijke tempo. En bij jou vliegt er 1 tortilla weg. Die van hen is mislukt. Maria, lek. Ja, hè? Hé, je maakt ze wel super mooi, hè? Oh, niet breken. Je hebt tijd zat om ze te bakken, oké? Oké. Dus neem overal heel rustig je tijd voor. Oké. Heel rustig. Andere, andere. En dan kwamen de mariachi met een leuk muziekje en dat bracht de sfeer erin. En het gaf ook een goed tempo aan. Het was ook peppend tegelijkertijd. Ik hou dit toch wel een half uur tot 3 kwartier vol.
Hebben hun er ook veel? Ik denk twee meer of zo. Maar ja, als ze twee hebben, hebben we nog altijd heel goede kansen, want wij hebben veel groter dan hun. Veronique, kalm, hè? Kalm. Kalmte zal ons redden. Kort overleg met Veronique dat zij zeker traag maar secuur moest werken bij het pakken. Ik hoop dat we er zo niet te veel verliezen. Letten was fysiek de zwaarste opdracht, maar mentaal denk ik dat het pakken van de tortillas alweer de zwaarste opdracht was. Oh shit, elke keer als ik ze op de plaat gooide, dan gingen ze kapot. En kapotte tortillas, die telden niet mee. Ik denk dat we nu weer leeg zetten, hoor. Ik doe het er echt niet voor. Oh, echt? Dan word ik al zo gek. Nog 5 minuten. Ik denk dat we gewoon tot aan het einde moeten knallen, want het is zo spannend. Oh shit, ze hebben ook echt een grote stapel beet. Hoewel ik zag dat onze stapel hoger was dan die van hen, merkte ik ook dat hun tortillas iets groter waren dan die van ons. Dus was het echt tandenbijten en afwachten wat de weging weer. Jezus, dit is nek aan nek. Geef het op, meiden, geef het op. Nee, echt niet. Voor jou niet. Nooit. De pannenkoekjes zijn veel kleiner, dus misschien zijn die van ons wel zwaarder. Geef het op, meiden, kom aan. We gaan gewoon door tot we erbij neervallen, hè? Ja. Peet. Oh. Het uur is om. Mensen, stop ermee. Oh, hey, je hebt dat super gedaan. Ja. Hey, ja, dan wacht je af, hè. Dan geef je je schaaltje af en dan sta je met een banghart te kijken wat de weegschaal aangeeft. Dominique en Marion, jullie hebben 840 gram. En dan nog Peter en Veronique, hoe hebben jullie het ervan afgebracht? Oh, veel zeg. 900 gram. Ah. Jullie krijgen de amulet. Veronique, alsjeblieft. Ja, goed gedaan. Door het oogje van de naald, maar wel echt grote blijdschap. We hebben iets gewonnen, dat is toch wel leuk. Intussen zijn ook de andere koppels in het Zotzildorp aangekomen. Klaar om de race te hervatten. Want wie deze etappe wint, krijgt een vrijgeleide naar het volgende land. Hallo allemaal. Het ligt hier nog een beetje slordig. Dus mogen Peter en Veronique één duo van jullie aanduiden die hier de boel zou moeten opruimen. Dus dat koppel zal niet meteen mogen verder racen. Ik denk ons. Ik denk ons. Oh, dat is kut. Jullie zijn eruit. Welk koppel wordt het? Sorry, Jos en Loes. Oké. De beslissing was voor mij relatief makkelijk. Jos en Loes liggen helemaal niet goed in de groep. En ja, het zijn mensen die volgens mij ook niet te veel affiniteit willen opruimen met anderen. Loes en Jos? Wij gaan opruimen. Ja, dat gevoel hadden wij wel dat we een beetje buiten de groep lagen. Dan zakt de moed wel een beetje in je schoenen, ja. Ja, dat is gewoon echt heel, heel erg balen. Want wie als laatste eindigt, begint de volgende etappe met een achterstand. Lekker, Loes! Loes en Jos willen de rommel zo snel mogelijk opruimen om zo weinig mogelijk tijd te verliezen. Want de andere koppels zijn al vertrokken voor een korte race van 80 kilometer naar Altamirano. Het laatste duo moet de volgende etappe beginnen met een flinke achterstand. Vamos! Het is een feit dat we heel goed beseften dat er een vrijgeleide op het spel stond. Een vrijgeleide die heel belangrijk kon zijn gezien de sterkte van de andere koppels. Dus daar haal je er niet 100% voor, maar terug 200% voor in mijn geval. Er stond heel veel op het spel. Vlug, want iedere auto is belangrijk. Ga alvast liften. Rennen! Ze tegenhouden, hè? Zo! Ja, maar Marion! In de eerste kilometers blijkt weer eens dat Marion en Dominique onder stress twee tegenpolen zijn. We gaan er echt alles voor doen om die vrijgeleide binnen te halen. Dominique, als jij daar gaat staan... Ja, maar de mensen zien mij hier. Marion, blijf maar rustig en doe niets over. Op stressmomenten kan Marion gewoon te veel alles willen regelen. En ze kan dan niet goed rekening houden met anderen. Ze hopen dat er snel een auto komt die stopt. We zetten gewoon alles op alles om als eerste aan te komen. We zitten vandaag een beetje te hier. Ja, maar liever, dat gaat zo vrijgeleid. Ja, maar niet zo, niet op die manier. Hier in Altamirano wacht ik de duo's op. Ze denken dat het koppel dat hier als eerste binnen is, een vrijgeleide wint. Maar ik heb nog een verrassing voor ze. Er staat ze nog een flinke wandeltocht te wachten en die is niet zonder risico. De duo's trekken door Chiapas, de armste streek van Mexico. Hier vecht het verboden Zapatistische bevrijdingsleger al 14 jaar een guerrillaoorlog uit met de Mexicaanse overheid. De Zapatisten strijden voor autonomie van de indianenbevolking. En ze vechten voor een herverdeling van de landbouwgrond, die ze willen teruggeven aan de arme boeren. Eso es, hasta ahora sigue la represión del mal gobierno. Sabemos que nos quieren destruir, pero ya no nos van a destruir
porque nuestra lucha, nuestra organización es justa. Nosotros, pequeños y olvidados, levantamos la imagen de Zapata en el otro corazón de la patria. De Zapatisten vinden zichzelf moderne Robin Hoods, maar de regering beschouwt hen als gewelddadige misdadigers en arresteert regelmatig Zapatisten. Daarom verschuilen die zich in kampen in de bossen en zijn ze altijd gemaskerd. Voor de duo's eindigt deze etappe in een van die geheimzinnige revolutionaire nederzettingen in de jungle van Chiapas. Hier moet dan af. Wij moeten naar Veronique en Peter stonden rood, hè. Kom. Draad, kom, hup. De twee koppels komen samen op een kruispunt, maar door hun krachten te bundelen kunnen ze hun voorsprong uitbouwen. Ja, kom erin, Wendy. Wendy is blij dat ze niet alleen verder hoeven. Ze heeft horen praten over de Zapatisten en vertrouwt het niet. Zegt die regio, hè, man? Die gevaarlijke regio. Is dit gevaarlijk, hè? Ja, scherp. Als ze hier een geweer op u zit, met gewoon een rugzakje afgeven, is dan heel lekker zwijgen. Het hoofd van de Zapatisten is dus echt, die iedereen kent die blijkbaar. Ja. Maar die draagt een skibeli. Die draagt een skibeli? Ja, en dat is zijn vermomming. Want iedereen weet zijn naam. Dat ze zeiden van, doe gewoon die skibeli af. Want iedereen weet ook wie ze zijn. En hij vindt zijn eigen cool. Met zo'n bril. Ja. Marion en Dominique zitten de twee duo's op de hielen. En wanneer de drie koppels samen stranden op een moeilijk kruispunt, is het ieder voor zich. Por favor. Por favor, señor. Muchos, muchos, muchos importantes. Op het moment dat je op de splitsing staat en je staat er met de twee andere koppels, dus kijk je even rond. Je moet verder. En als je met je handen in je zakken staat, dan zal er niks gebeuren. Por favor, señor. ¿Cuántos kilómetros? 22. Oké, gracias. Het is duidelijk dat het oud voor zich is, ja? Wat doen we? Gaan we verder lopen, gaan we teruglopen? Hier met z'n allen op een kluitje staan heeft geen zin. Wij lopen door, ja? Ik wil graag lopen. Kom, ze zijn ook op komst. Kom daar gewoon mee. Kom maar lopen, kom maar. Nee, luister. Nee, maar jongen, je bent echt een beetje te gestraast. Kom maar gewoon door. Ja, maar lieverd, wat wil je dan? Hier blijven staan? Ja, nee, dat zeker niet. Nou, dus je zult moeten kiezen. Ja. Oké. Dominique, ze vindt echt dat ik veel te gedreven ben. En ik was bang dat ik iedere keer het voortouw zou moeten nemen en in alles beslissingen moest nemen. Maar ik weet, als je niet gedreven bent hier, dan val je af. En dat is niet wat ik wil. Dominique, ja. Weet het niet mee eens. Wat dan? Ik zou ook zeggen. Ja, nee, ik ben het er mee eens. Je kunt wel met z'n achter daar blijven staan, maar ik denk dat dat ook weinig nut heeft. Als wij één lift hebben, dan rijden we hun allemaal voorbij. En het lukt beter om een auto te regelen die hen meteen naar de finish brengt. Hé, hey, als we iemand tegenkomen, nemen we niemand mee, hoor. Nee, nee, ik vertrouw het zaakje gewoon niet. Oh, dankjewel. Gracias. Nu blijven we wat achter. En als Peter een lift aan... Als Peter een lift aan, het is een grote... springen wij erop en zijn niet. Het is een moment van wat te pokeren. Hè. Het laat de rest maar spelen. En je kent dat van twee honden en een derde been. Of zeg je dat, hè? Twee benen en een derde hond. Vamos. No, esa concurrencia, vamos. Dit is goed. Ah, los mexicanos son muy, muy, muy amables. Peter is weg, Peter is weg. Muchas gracias. Muchas gracias. Oh, good. Dag Peter. Hallo. Dag Veronique. Welkom hier, hoe is het gegaan? Ja. Wij hopen eerste. Goed. Jullie hopen eerste. Verlost ons het overlijden al gezicht. Jullie zijn hier als eerste. Maar jullie zijn nog niet binnen. Oh. Ja. Wat dan? Dit is nog niet de finish. Jullie moeten op zoek naar Caracol 4 in Morelia. En wees op jullie hoede, want dat is een basis van de Zapatisten-rebellen. Mm-hmm. En toen ik wist dat we uiteindelijk moesten naar een Zapatistendorp, toen had ik wel zoiets van... Ja, waar gaan we in godsnaam eindigen? Ik dacht dat de Zapatisten een rebellenbeweging waren van boeren hier uit Chiapas. Vind ik toch best wel spannend dan? Ja. Toch? Hopelijk loopt alles goed. De chauffeur van Wendy en Bruno die had verteld dat ze echt nog steeds overvallen, dorpen... Oké, zwijg maar. Ik begin het al bang te krijgen. Is toch interessant om te weten? Ja. Ik wil niet overvallen worden. Acht kilometer is ver, hoor. En ik weet niet hoe snel de andere mensen lopen. Dat is het. Marion en Dominique beginnen hun tocht met 20 minuten achterstand op Peter en Veronique. Ik heb moeite met het omhoog, dus ik ga hier sneller, ja? Ja, Marion, dat is toch een algemene regel? Wat? Als je begint te rennen, dan zit je fles gewoon kapot. Zapatisten in de buurt of niet, Marion wil koste wat het kost winnen. Dominique zei dat ik niet alles mocht geven, maar
Hier gaat het toch om. Het gaat toch om die vrije geleide. Dan moet je juist alles geven. Daarna kan je rusten. Ik vind dat als je in een wedstrijd gaat, geef je niet gewonnen. En ik wilde zeker niet verliezen. Ik wilde niet weer een tweede plaats. Ik had die dag en de dag ervoor niet echt veel gegeten. En ik voel dat heel vlug. En ik was gewoon bang dat ze te veel ging rennen. Loes en Jos komen nu pas aan in Altamirano. Ja. Dag Loes en Jos. En hoeveel? Goedemiddag. Wat denken jullie zelf? Ja, hoeveel zijn we hier? Laatste. Jullie zijn hier als laatste. Ja. Maar jullie zijn nog niet aan de finish. Oké. Okay. Jullie moeten op zoek naar Caracol 4 in de gemeenschap Morelia. Zet hem op, hè, want het is te doen. Oké. Okay. Caracol 4 Succes. In Morelia. Gaan we een beetje doorstappen, Loes. Het is nog in te halen. Ja. Voor Loes en Jos is het belangrijk niet als laatste te eindigen. Want dat betekent een achterstand in de volgende etappe. Alle koppels zijn nu op zoek naar de Zapatisten-schuilplaats. Een zware tocht van 8 kilometer. En al een paar kilometer aan het stappen. Ik zit helemaal niet meer zitten. Ik ga puur door op karakter. Raymond en Lisbeth zijn fysiek het sterkste duo en liggen op de derde plaats. Ze laten zich niet van de wijs brengen door zoiets als een revolutionaire rebellenbeweging. Zapatistas is een groep mensen die hier in de middle of nowhere leeft. En ja, wat ze hier verder doen heb ik echt geen idee van, maar volgens mij is het een secte. Dominique, waar zijn ze? Peter en Veronique hebben na 4 kilometer nog maar een paar honderd meter voorsprong. Peet, er zitten mensen achter ons. Dat is Marion. Oké, tempo optrekken. Ik weet niet of ik jouw tempo bij kan houden, Peet, maar ik probeer het. Toen kwamen ze steeds dichter in beeld. Ik heb me echt verbeterd. Jij moet kunnen volgen, hè? Ja, ik probeer het. Het heeft geen zin dat ik er alleen aankom. Ik probeer het. Kom op. En Marion en Dominique? Die liggen 200 meter achter ons. Kom maar, let's do it. Ja. We laten die meiden achter ons, we laten aan een poepje ruiken. Wij halen die vrijgeleiders binnen, niet zij. Nee. Kom maar, Vero, kom aan. 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1. Denk aan die lekkere corona straks. Denk niet aan die tortillas. Dat is er te veel aan. Kom maar, Marion is bijna bij ons, kom aan. Kom op. Kom op, Dominique, red. Ik wilde gewoon echt zo graag winnen. Het was echt nek aan nek. Ik was kapot. Peet, rennen! Ja. Oké, Hendrik laat hem lachen. Kom aan. Moet je even rassen. Kom op, Dominique, kom op! 100 meter nog. 40. 30. 20. 10. De vrije rijders van ons. Bienvenidos en este Caracol 4, que es el torbellino de nuestras palabras. Un aplauso para ustedes. Bienvenido, es la casa de ustedes. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Jeetje. Eventjes kijken wat erin zit. Ja, het staat erop. Proficiat, jullie zijn de winnaars van deze etappe en meteen zeker van het ticket naar het volgende land. Zeg. Het is niet dat ik het een ander niet gun, maar ik had het zelf graag willen. Ja, ik ben teleurgesteld. Ja. Even stoppen. Ik kan toch wel even reageren, hè? Marion, echt, ik heb gezegd van mijn bloeddruk. Ik heb mij gegeven. Maar... Ik had wel gewild dat ik een sterkere partner had. Ik vind niet dat ze van doorzetten weet. Dan is het er eten, dan is het er bloeddruk, dan is het er doorzettingsvermogen. Het is elke keer wel iets. En ik probeer echt iedere keer weer haar aan te moedigen. Vind je het erg dat we als tweede aangekomen zijn? Of heb je het helemaal geen zin meer in? Ik had echt niet de kracht voor haar te volgen. Ik heb mijn best gedaan. En ze heeft dan gehalen, ik niet. Ik had niet gedacht dat ik op een fysiek proef zou winnen. Echt niet. 2 uur na Peter en Veronique zijn Loes en Jos nog steeds onderweg. Schrik ik dan van die zakdoekjes? Helaas, jullie zijn hier als laatste en vertrekken in de volgende etappe met een achterstand. Om die achterstand goed te maken willen Loes en Jos hun aanpak veranderen. Ze moeten beter integreren in de groep.
Wij zijn op zich ook wel op onszelf. Ik denk dat wij dat wel een beetje uitstralen, dat we dan een beetje met z'n tweeën zijn. Dus dat is dan gewoon niet zo handig om dat te doen, denk ik. Dus dat doen we inderdaad ook niet meer. Volgende week in Peking Express. Tempo, tempo! De race wordt harder. Kom maar, cowboy. Stoppen. Ik wil natuurlijk iedereen afvlaggen. Ja, maar echt, godverdomme! Wij wachten sowieso op je. Eén koppel mag niet naar het volgende land.